op een bepaald moment besef je dat er dingen niet lopen zoals dat ze moeten lopen. En dat is heel verwarrend, want je bent jezelf een beetje kwijt. En als je dan met van die kleine dingetjes, zoals dat wij vandaag doen, als je daar heel mooie momenten kunt van maken en als je die persoon een heel fijn gevoel kunt geven, dan is dat voor zowel voor die persoon als voor de familie als voor ons een heel, heel mooie momenten. En dat zijn van die geluksmomentjes. Erfgoed en zorg kunnen elkaar versterken. Daarom wil Erfgoedcel Mechelen samen met Woonzorgcentrum Roosendaal-Veld en CAG de mogelijkheden van groene zorg en herinneringsactiviteiten met erfgoedobjecten verkennen. Om zo het fysieke en sociale welzijn van bewoners te verhogen. Er wonen hier in totaal een 100-tal mensen die allemaal een bepaalde vorm of mate van dementie hebben of een psychische kwetsbaarheid. En het woonzorgcentrum waar we hier zitten, Roosendaal-Veld, wilde graag een moestuin voor hun bewoners starten. Omdat dat ook het fysieke welzijn van hun bewoners bevordert. En door een herinneringsmoestuin aan te leggen, gebaseerd op het erfgoed en het verleden van moestuinen, kunnen wij zowel op het fysieke als op het sociale welzijn van die bewoners inspelen door middel van erfgoed. Ik ben Lien, ik werk bij het Centrum Agrarische Geschiedenis, het CAG in het kort. En we doen een project rond erfgoed en geschiedenis van moestuinen. Dat zijn kruiden, hè? En hier zijn we in het Woonzorgcentrum om met een stuk van dat erfgoed dat we verzameld hebben, dat ook meteen in de praktijk te gebruiken. Erfgoed kan prima in de zorg en in welzijn worden gebruikt. We gaan dat verzamelde moestuinerfgoed inzetten om met de mensen iets te doen. Dat ze te planten. Oh ja, ik zou niet anders weten. Ik heb er van mijn leven veel geplant. Preplanten. Object handling is eigenlijk, heel kort gezegd, je bezorgt ze een object. Dat kan een object zijn waar ze aan kunnen ruiken, dat ze kunnen voelen, waar ze kunnen beschrijven wat ze zien. En eigenlijk alleen al door dat te doen, komen die verhalen los, gaan ze in gesprek, activeert dat hen hun denken en waarnemen. En gebeurt er op zich iets heel moois. Ze zijn allemaal met die objecten bezig. Ze hebben daar allemaal een mening over. Iedereen heeft iets vastgehad, heeft aan kruiden geroken. Dat is wat je eigenlijk in object handling doet. Is het geen koriander? Zinken. Als ik iets zie, aan die zinken. Voor een saus. Voor een saus, ja. De mensen die hier wonen, die vergeten heel veel zaken van het heden, maar die weten wel nog heel veel over het verleden. En dan komt dat heel veel naar boven in die gesprekken. En daar willen we naar op zoek ook, hè. Een beetje triggeren. Wie wilt er graag eens boven? Puur voor de bewoner, hè. Dat goed gevoel en daar kunnen over babbelen weer en zo. En door zo'n dingen te doen, komen er andere dingen terug naar boven. Daarom is dat zo belangrijk. Omdat vele mensen niets anders meer hebben dan dat. Omdat dat steeds minder en minder wordt, die fijne momenten. Het is dopen dat ze er doorkomen. Omdat het moeilijker wordt voor hen, omdat zij ook op bepaalde momenten beseffen er gaat er iets niet goed meer of zo. En dat is moeilijk voor hen als dat moment komt. Zie je dat zo moeten werken? En dan met je handen. Maar je doet alles veel beter met je handen. Bij ons thuis, wij waren geen oveniers, maar wij hadden een grote groententuin. Met kolen en erwten en bonen en boonstaken. En verder sla en prei en zelder. Dat alles in de oven. In die tijd. Ja, nu is het berusten eigenlijk. Hè. Nu moeten we zeggen, ja, het is geweest hetgeen het geweest is. En al de mooie dingen proberen te onthouden. En dat zijn heel fijne herinneringen. We gaan vandaag beginnen met de moestuin. We hebben eerst die object handling gedaan, maar daarna zijn we direct naar de moestuin gegaan. Dus die link wordt wel gelegd. En eigenlijk het doen, het bezig zijn, zorgt dat er ook weer dingen verteld worden. En dat is bijvoorbeeld meer dat immateriële erfgoed van de moestuin. Dat is, hoe doe je dingen? Hè? Waarom plant je
dat zo? Waarom zet je basilicum bij de tomaten? Waarom zet je die plantjes bij de die? Hoe ga je met die grond om? Hoe deed je dat vroeger? Van wie heb je dat geleerd? Hoeveel doperwten zouden per potje doen? Sowieso een potje? Ja. Of drie. Vier. Ja. Er was eigenlijk veel interesse. Mensen kwamen langs. Er zijn mensen die graag kijken. Er zijn mensen die graag echt ook met het overkoepelende bezig zijn. Die zeggen van, ik wil dat daar zetten. Ik wil dat zo doen. En je moet zoveel zaadjes in een potje steken. Maar ook daar weer het doen van iets dat herkenbaar is. En dat is ook weer immaterieel erfgoed. Dat zorgt voor een welzijn of voor een verbindingsmoment. De mensen die nog niet zo'n vergevorderde dimensie hebben, die kunnen wel echt in dat immaterieel erfgoed of in die praktijken, die handelingen, die tradities daar terug over beginnen vertellen. En zo krijgen we dat eigenlijk ook weer terug en is de cirkel rond. Dus we zitten met dat erfgoed dat we tonen in die objecthandeling. Daarna gaan we naar buiten, we doen de moestuin, we leggen die samen aan. En dan komt er ook weer iets los van vroeger, van die praktijken, van die tradities en handelingen. Iedereen kan daar nog deel van uitmaken van het project. Hè. Er is ook een meneer, die is al een beetje verder in zijn dementieproces. En dan zeggen ze, ja, misschien moet Gerard daar niet bij zijn. Maar ik denk, ja, laat Gerard maar een keer gaan kijken. En Gerard gaat kijken en wat doet hij? Ja, aan de aarde voelen en met zijn vingers daarin zitten. Ja, allee. En dan, als je dan toch zegt, wil je graag die pot vullen, doe dat graag mee. Ja, ja. En dan komt dat vanzelf, weet wel. Dan gaat hij met zijn handen in de aarde zitten en die pot vullen en dan is... Dat is echt heel aangenaam. Hè? Veel mensen denken dat gaat niet meer, maar toch, dat komt dan toch terug. En mensen doen dan toch nog wat dat ze deden toen dat ze in hun tuin nog konden werken. En dat is echt heel fijn om te zien en dat willen we ook bereiken. Hè? Dat is iets helemaal anders dan boven zitten op je kamer. En ik denk dat de bewoners dat hen deugd doet. Je ziet dat ook. Mensen zijn blij als ze daar staan. Erfgoed kan eigenlijk een belangrijke rol spelen in het sociaal welbevinden van mensen. En erfgoed binnen de zorgsector is echt een hefboom om mensen te laten praten, om mensen hun algemeen welbevinden een trapje hoger te tillen vaak. Dus wij denken dat erfgoed en zorg eigenlijk heel goede partners zijn